Tina, Tinas, nee, nee, nee? Ik, ik wist, ik wist, ik Ik me ging me fout, fout hè? Tiny, Tinas, Wonderland. Ik zeg altijd Tina, 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 Tini. T tina, Tiny, Tina, Tiny, Tiny, Tina, Tiny, Tinas, Wonderland. Tiny, yes. Tinas, Wonderland. Van Gearbox een spin-off uh, uh, van. Um, ja, van, uit de Borderlands-serie. Borderlands. Volledig gebaseerd op een eerdere DLC die voor Borderlands 2 is. Gekomen. Dragon Keep. Die ja. echt fucking fantastisch was. Ja, ja, ja. En um, heel veel fans hebben, uh, je vonden dat fantastisch. Die hebben dat ook duidelijk laten weten. In, op allerlei social media en comments. En uh, Gearbox dacht. Nou ja, goed, als jullie het zo vet vinden, dan maak ik daar gewoon een aparte game van. Een losstaande game. Die je ook gewoon los kunt kopen. En uh, die is nu uit. Um, en vandaag gaan we de review doen. Um, dan wil ik nog één, want ik, ik moet het zo vaak weer uitleggen, maar wederom, we doen de review altijd pas als de game online is. Want wat is gebleken, dames en heren, terwijl de, alle media al hun cijfertjes paraat was, de call op functie werkt niet. Nee, um, door de servers nauwelijks, inderdaad. Er zijn ontzettend veel problemen met server. Uh, ik ben ook tijdens mijn single-player-game af en toe uh, had ik, had ik uh, ja, wel frame, dat ik, dat ik eruit geknikkerd werd één of twee keer. Oké. Okay. Uh, nee, ja, ik niet. En heel, heel, heel vaak ook van. Uh, shift is uh, nou online, Shift is nou offline. Exact, dat ja. soort shit. Dus uh, dat is ook de reden waarom bij alle games gewoon pas review. als die ook daadwerkelijk in de winkel ligt. Want dat mm -hmm. is de meest eerlijke review die je kan geven. We worden te vaak gewoon eigenlijk benadeeld. Anders uh, als gamer ook, als kijker ook. Want uh, ja, wie weet hebben de mensen hem nu gekocht om te kopen. En dat kan dus al drie dagen niet. Maar, maar goed. Laatste, laten we eerlijk zeggen, lekker fucking belangrijk. De koop. Je vergeet hoe. Hoeveel... Zijn liefhebbers van de koop? Dit is. Nou, ik, 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 ja, ik heb zelf een game niet koop gespeeld, maar ik zag al zoveel gezeik online dat ik ja. wist van oké, okay, ik wacht er nog even mee. Want ik heb wel een paar mensen die ik dan even ga contacten. Okay. Het lijkt mij leuk om juist nu even, even flink wat koop sessies te doen. Want. Ja, boss ja. fights en dergelijke, lekker samen een beetje knallen. Een Kijk, beetje... in feite is dat niet anders dan Borderlands 3, die ook natuurlijk, uh, kon je ook koop mm -hmm. spelen. En, Twee in één uh, ook. Precies, en um, uh, leuk, lachen, hihihi, -hi -hi -hi, geweldig. Uh, en uiteindelijk, uh, ik weet niet, doe je het echt, misschien een avondje met iemand die ook de game ja. heeft, whatever. Ik, ik ben een maar beetje uh, eens hoor, ik bedoel, ik speel hem ook het liefst in mijn eentje. Um, het, maar het is ook, niet, het is ook geen koop. op zoals een Destiny waar je echt shit op elkaar afstemt en nee. samenwerkt. Het is gewoon, oké, okay, iedereen loopt de rachen, Iedereen loopt hersenloos te knallen. Dus ja, co-op. Je speelt samen, maar werk je ook echt samen met een andere vrouw. Nou, Je ja. kunt wel wat dingen afstellen. Hè? Ik bedoel, je, kunt, je kunt afstellen dat bijvoorbeeld alle loot voor iedereen is. Ja, dus, dat uh, is uh, maar je kan ook zeggen van, we verdelen het. Of ja. degene die het eerst komt, die pakt alles. Dus... Ja, je, hebt, je hebt de co Dat is gewoon, oké, okay, iedereen krijgt zijn eigen lootpool. En je ja. hebt co-opetition. En dat is dan dat je allemaal... Zoals de, de, de oude delen moet strijden voor je eigen route. Zeg maar. uh, nee, ja. absoluut. Nou ja, waarom ik dit wel belangrijk vind. We mogen heel erg blij zijn. Uh, wat, wat je bij GTA 7 heeft gezien, is dat de servers ook problemen hadden. En die game moest always online. Ook als je singleplay speelde. Waardoor niemand meer kon spelen. Gelukkig ja. dat de singleplayer overeind bleef. Omdat je dat nog steeds wel kunt doen. Maar uh, feit is wel uh, dat het dus gewoon niet werkt. Dus dat is, ja. dat is, uh, dat is niet oké. Okay. Goed, dan uh, Tijna, uh, zeg gewoon zeg, Tina. Zeg, zeg, zeg gewoon Tina. Tina... Ja. Um, het is een uh, ja, je speelt eigenlijk een Dungeons and Dragons game ja, als het ware. De timing had voor, bij, voor mij niet beter gekund, in ieder geval. Nee, zo nee, ik, ben, ik ben nu een beetje de wereld van Dungeons and Dragons aan het ontdekken, ah, dus okay. ik vind het alleen maar leuker en ik vond dit uh, destijds ook wel een hele goede DLC. Tenminste, de, de ja. uh, assault on Dragon Keep. Ja, dat het nu, dat het nu samenkomt. En je ziet hier al, er worden echt heel veel referenties gemaakt naar het feit dat ze eigenlijk een veredeld bordspel aan het spelen zijn. Mm -hmm. uh, en wat dat, dat, inderdaad, zoals ze spelen dan geen Dungeons and Dragons, maar Bunkers and badasses uh, Waar uh, Tiny Tina de, de Dungeon Master is. <coughs> De uh, Bunkermaster in dit geval. Mm -hmm. uh, je, je hebt twee uh, companen die ook adviseurs zijn. En jij bent uh, maker, de Fate Maker, de held in dit verhaal. De newbie uh, die, uh, die zijn eigen held creëert. Dat is weer wat nieuws ook. Uh, en op die manier uh, de, de, uiteindelijk de Dragon Lord uh, probeert te verslaan. Ja, ja, nou goed, in de praktijk betekent dat uh, gewoon een hele schiet, een schiet, lange... Schiet, schiet, schiet. schiet ja, nee, dat eigenlijk wat nieuw is, is dus inderdaad wat je zei, een soort van top-down uh, map. Waarbij uh, Met je. Bobelheads. Waar of over, ja, ja, over de overworld inderdaad. Ja, en als je dan een bepaalde. Oh, je komt iemand tegen, je, je dit. Zie je uh, dan loop dan. je doorheen. En uh, nou goed, dan kun je een beetje. Uh, al die al die dingetjes, dat zijn plekken waar je naartoe moet. Al die, uh, die vierkante ja. uh, blauwe uh, dingetjes die je in beeld ziet. Daar kun je naartoe. Als je een vijand tegenkomt, dan zoom je in op het. Uh, kijk, er komt nu een zombie achter je aan. Dat zijn die uh, for bad. De random encounters. Ja. Maar. Nou en dan zoom je in en dan krijg je gewoon de, de bekende uh, Borderlands shootout uh, shit. Ja, dit is dan hebt. wel echt. Dit is dan wel wat nieuws, want dit is dan gewoon een soort van arena. Uh, waar ja. je in, in gedropt wordt, uh, je, je moet je een of anderhalve of twee waves van enemies even kleren en dan is de encounter klaar. Dat is dan weer een nieuw elementje ten opzichte van het voorgaande deel. Ja, um, en met ook inderdaad die overworld waar je, dan, uh, waar je dan doorheen loopt en van gebied A naar gebied B kan komen. Met mm -hmm. een soort van inderdaad een world map waar je met je grote bobbel het uh, overheen wandelt. Ja, nou goed, uh, uh, ik, ik moet je zeggen, de reden waarom ik altijd uh, Borderland fan gebleven ben, ondanks dat deel 3 qua verhaal wat minder was dan deel 2. Ze zouden die, do die domme shit met die tweeling anders niet moeten doen. Ja, maar, maar dat doen ze dus hier ook weer. Maar goed, laten we het daar zo over hebben. Maar. Uh -huh. um... Uh, wat ik altijd goed aan vond, was die mechaniek waarbij je gewoon die krankzinnige hoeveel wapens hebt. Ja, en een soort van elke battle wel een soort eindigt in een soort loot drop of van ja, dat ja, ah, is vet. Oh, wat zou dit, wat zou dit doen? En je ziet ook, ieder als je die linkerhand in beeld ziet, dat is een soort uh, dat ze in plaats van granaat is dat inderdaad. En dan heb je een magic. soort magic. Heb je ja, bijvoorbeeld dat ze jij die wat is het? Ik, van ik een elf, ben de spoorwarden, oh, de spoorwarden was je. ja. Okay. Ik heb een, ik heb een uh, mushroom companion die zie je hier lopen. Oké, okay. uh, die heb ik ook zo geüpgraded dat die mij kan revive dat is wel handig als je eentje speelt en je, je moet weer fight for your life ja uh, yeah. uh, dan, dan, dan komt hij naar je toe gerend en dan probeert hij uh, te revive nou dat is dat is dat is fucking chill yeah. er zijn dus ook uh, zes klasses je hebt de the de grave uh, born de uh, ja. spore warden je ja, hebt van bijzonder berserker hier zie je inderdaad allemaal uh, ook met een beetje soort van de, de endgame outfits, want dat is dan ook weer een ding. Hmm. Maar, maar hebben die geen kleur? Wat is dat? Omdat ja, je, 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 je miniature is nog niet ingekleurd inge, Ja, niet dat geverfd. doe je zelf. Hè, door ja, die, dat, je, je moet hem verven. Dat is net als met DD &D natuurlijk. Ja, okay. um, maar hier zie je inderdaad die zes klassen. Je begint dus ook uh, met het maken van een geheel eigen karakter. Ten opzichte van de, de, de oude delen of de voorgaande delen waar je echt gewoon uh, uh, het helden had die al bestonden en een verhaal hadden en een stem hadden. En. Ja, ik, in eerste instantie dacht ik van, oeh, je, ma je maakt wel echt een, een, een vrij nikszeggend type, mm -hmm. ook omdat hij natuurlijk nog niet ingeverfd is, ja. maar ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, die, die voice, je, je hebt uh, volgens mij zes verschillende stemmen, uh, man, vrouw, en dan heb je de clever, de heroic en de uh, strange, mm -hmm. uh, ik, die vind ik dan... Voor een, een, een soort van nameless hero vind ik die eigenlijk best wel goed gedaan. Oh ja? Ja, ik, heb de, 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 ik ben uiteindelijk voor de strange voice gegaan. Ik heb er vaak genoeg uh, aardig om gelachen nog. Oké, okay, nou ik, ik, ik vind namelijk alles wat... Dat is gelijk mijn grote probleem met deze game. Misschien is het een beetje vroeg, maar uh, ik vind alles wat... Uh, in die gameset wat gemaakt is om erom te lachen. Mm -hmm. Ja. Schijt lollig. Ik vind het echt niet leuk. Ze kwebbelen hem iets te veel. Er ergens is dat altijd wel een beetje zo geweest nee dat was bij deel 3 zo bij deel 2 was dat net even dan was die die balans was gewoon ja. anders ja, okay. en beter en doet. ik ik weet maar goed we weten allemaal dat die, die 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 schrijvers zijn weggegaan na het maken van borderlands 2 en bij drie hebben ze een nieuw team aangesteld en dat zijn gewoon het voelt allemaal wat kinderachtiger Het lijkt ook wel alsof die alsof die game gemaakt is voor kinderen zo voelt het tenminste nou, ja ik snap wat je bedoelt de humor is hier en daar wat meer geforceerd van poep en pies en de ja. uitstellingen en en dat soort ja, maar als ik dan bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, weet je, Borderlands is voor mij ook altijd een game geweest waarin je op een heel komische manier met de referenties naar andere popcultuurfenomenen uh, omgaat. En, en hier ook een, een missie of een, een questline waarbij je uh, smurfen aan het echt aan het ja. uitroeien bent, omdat ze eigenlijk ze hebben de blue rod, is eigenlijk een ziekte, dus de Smurven zijn de bad guys ja. en je bent ze aan het uitroeien. Nou, ik ik, ja, ik, ik het vind ik heb goed mee van Ja, ik vind dat echt schuillog. Ja. Dat dat is echt een soort van. Ik vind het gezocht en ik en ik ja, wat ik zei, ik haat het niet, maar ik vind het gewoon jammer dat het. Uh, dat het, zo, het ligt er allemaal zo dik bovenop, weet je, het is niet, er, is niet, er is geen ah, met sarcasme, het, het is niet meer... Het hoeft niet in woord, het is, laat ik zeggen, je doet het of in woord of in beeld. Dat, mm -hmm. en nu is het in woord en beeld, dus, dus dan, en met die smurf vind ik dan grappig, weet je, die geluidjes zijn grappig, maar als je dan ook nog een keer allerlei soort van grappige woordspelingen erbij gaat doen, dan wordt het voor mij een beetje te veel, afgezien dat ze nogal veel kwabbelen de hele tijd. Mm -hmm. Um, vind ik dat soms wat afleidend. Ook omdat, omdat ze kwebbelen terwijl je aan het spelen bent. En ik ben bezig met, met knokken vaak... en, en, en mijn loot te halen. En dan ja. moet ik dat ook nog volgen. Dus het verhaal was ik op een gegeven moment uh, volledig kwijt. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Want het is heel vaak lastig om die monologen van die NPC's te volgen. Terwijl je ondertussen aangevallen wordt. Ja. Uh, hier ik... ook. Hij, hij, hij is met een aardige tekst bezig. Ja. En uh, ondertussen zit ik te denken: van ja, wat, wat komt er hierna? Ja, dat ik tot, ging naar dan 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 Luther. Ja, natuurlijk. Er komen, komen ja. heel veel uh, in, de, in deze quest aan. Ook nog een aantal Star Wars referenties. Die dan ook wel komisch zijn. Ja. Uh, I am your father en weet ik veel. En je moet ergens moet je iets, uh, iets craften in een, in, een, in, een, in een forge. En dan zegt hij in plaats van use the force zegt hij fuse the oars. Nou, dat, dat soort shit. Maar ik ik, ik, ik vind het komisch, maar het is inderdaad wat je zegt: ik de vind het net niet. Niet grappig nee, dat klinkt ja. heel stom maar ik vind het gewoon echt net niet grappig en ik vind dat, dat dat niveau van het schrijven ik ja ik heb ik heb gewoon zoiets van ik snap dat in het brainstormproces dat die grappig gemaakt worden ik begrijp mm -hmm. alleen niet dat ze er uiteindelijk in blijven dat is het rare wat ik hiermee heb het voelt gewoon echt als als een als een prototype waarbij ze van, ja oké okay, maar in die nog shit moeten nog eventjes uit maar dan uh, voor de rest is het leuk weet je zoiets maar waarom waarom kijk <coughs> Ja, over humor valt te twisten. Dat zal dat best. Er zijn ook mensen die twisten. Niet te twisten. Oké, er zijn ook mensen die misschien wel of niet. Uh, ja, maar leuk ik, is, ik, Maar, maar ik, als je dan grappen maakt over. Er vallen vreselijk veel hele goede. Harde grappen te maken over Hollywood, wat er allemaal gebeurt. Weet je, dat mm -hmm. doen ze niet. Niet, niet een beetje maatschappij kritisch of een beetje stekelig of een beetje, nee, het een is beetje... Allemaal superveilig. Het is allemaal heel veilig, inderdaad. Ja. Weet je, het is ook allemaal snot en pies en poep. En dat, dat vind ik dan jammer. Uh, maar en... weet je waarom dat is? Jij, hè? Ja. omdat die hele politiek uh, correcte shit zo belangrijk is geworden bij, uh, bij Gearbox. Want dat is namelijk precies wat ze niet deden bij Borderlands 2. En daardoor voelde dat wat volwassener, wat ruiger. Ja. En omdat dat, bij Portland's 3 hebben ze besloten van oké, okay, we moeten nu politiek correct zijn, want we willen niet dit en we willen, weet ik veel, whatever, dus mm, ja. hele shit. En daardoor krijg je dus automatisch die poepen, en pee shit, en mm -hmm. die, die, uh, dat is het enige wat namelijk nog overblijft dan. Ja, men, uh, men durft niet meer de harde grappen te maken die, die ze uh, nee, uh, tien jaar geleden nog wel durfden ja. te maken. En dat is, dat is kut. En dat is iets waar we helaas mee moeten leren leven. Want ik denk dat het bij bijna elke game het geval is en gaat zijn ook. Mm. Maar weet je wat ik zo raar vind dan, echt serieus. Ja. Ik, ik bedoel, ik kijk uh, geen films meer. Ik heb, ik heb geen geduld voor, voor, zeker voor geen Hollywoodfilms. Uh, maar ik kijk wel heel veel series. Mm -hmm. En als ik kijk wat er nu aan series gemaakt wordt, dan, dan zijn ze al lang voorbij, die politieke shit, politiek correcte shit. Want je, je ziet al veel meer gewoon weer. Harde sarcastische humor terugkeren. Weet je, we hebben uh, een aantal comedians gehad die zich echt hebben uitgesproken tegen die cancel culture, ja. weet je, zoals uh, Ricky Gervais of uh, Chris Rock. En ja, weet je, dan. dan... De, maar waarom, is dat, waarom gebeurt de, dat in die de, videogames nog niet? De game-industrie is, is daar nog niet. Die, ja, maar is, is dat niet... omdat het drie jaar kost om zo'n game te maken? En dat ze gewoon eigenlijk... Trakkelijk... Ik denk dat ze gewoon heel bang zijn om gecanceld te worden. Het, het is ook denk ik ja. die, die, die PG rating hè, die belangrijk is bij film en nee, uh, series. noodpolitiek maar dat is nooit politiek ja. Het is, ja. speelt daar geen rol in. Het gaat gewoon over geweld. Maar, 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 maar het is voorzichtig, hoor. En ik, ik voorspel ook, er gaat, ook hier gaat weer een tegencultuur komen. Uh, alleen, die, ja, dat duurt dus blijkbaar wat langer bij, bij de game. Maar goed, maar, kijk, maar, dit is even... Dat, dat ik voel, je, voel je het? voel je het zo uh, in your face dat het schijnbaar dat het, nee. dat het gas ja oké okay, ga, misschien nee, had het wel wat het gas terug maar... ik vind het licht irritant en ik had juist bij uh, Borderlands 3 uh, vond ik het ook licht <coughs> irritant maar dan vond ik het beter en daar ik weet niet maar het is een tijdje geleden dat ik die game gespeeld heb maar voor mijn gevoel was Borderlands 3 een betere shooter dan dit. Ja. En dat was gewoon hoe de wapens handelden. Nou, ja. Dus ik vind, ik vind namelijk de wapens hier echt serieus. Er is bijna geen terugslag. Het, het voelt niet heel natuurlijk. Ik vond, ik vond daar het toffe van het feit dat je 10 miljoen verschillende wapens hebt. Of weet ik wat er waren. Als je een nieuwe had, dan had je ook, weet je, oh, dat, is, dat is eentje van dat merk. En dan, oh, dat gaat nog mm. voor dit. En dat gaat zo werken. Ja. Dit en, dat. en hierbij, weet je, ik had op een gegeven moment die shotgun. En uh, weet je, die deed echt veel damage. En, en het, ik kreeg geen voldoening daarvan. Ik vond de. Uh, mm -hmm. uh, als je kijkt. Ik weet niet. Zometeen. Je, je had net wat. Wat. Uh, wat shoot-out footage. Je hebt namelijk ook hier weer het probleem. Dat de vijand. Als je op een vijand schiet. Dan reageren ze niet. Niet direct. Zie je nou, dat? Kijk, je, is, kan, je ziet het hier. Je kan schieten erop. Dit is precies wat mij ook opviel. Ja, maar dat kijk, ze, ze reageren niet. En, en sterker nog, ik heb soms het gevoel. Met het, uh, helemaal met het inzoomen. Dat die, dat die hitboxes een beetje. Uh, Off zijn. Nee, maar waarom? Omdat sorry, maar je schiet hier met. Uh, ik weet niet, het, ik weet niet wanneer ik eigenlijk een critical hit doe, anders dan het feit dat die dat, teksten staan. Maar dat staat. bedoel ik. Ja, hoe ja. week is dat dat er critical boven staat, terwijl je wat je verwacht is dat dat, dat die haai, die lopende haai, nou, dat was een critical hit, weet je? En hier, ja, ik weet het niet. Het voelt gewoon. Niet als een shooter. En dat vond ik echt fucking jammer. Want dat vond ik een van de beste aspecten mm -hmm. van, uh, van Borderlands. Is dat, ik bedoel, die wapens, die, die, hoe dat werkte, die dynamiek, was altijd ontzettend goed. Ja. En de voldoening houden je eruit door dat die wapens ook daadwerkelijk wat doen. Vooral, en, vooral en nu, tussen, tussen drie en twee... is er ook wel echt een sprongetje gemaakt. Qua, qua de gun feel en, en, en hoe maar, alles terugslag en dergelijke. Maar dan, kan je, want wat er nu gebeurt, stel je voor: je hebt uh, zo'n haai heeft vijf shots nodig om dood te gaan. De eerste vier reageert hij niet en de vijfde gaat hij opeens op zijn rug liggen. Ja. Bij mijn gevoel was dat niet zo in Borland 3, maar ik weet het niet meer. Nee, maar ik heb, ik heb, ik heb precies hetzelfde gevoel. Ja. Ik durf het ook niet met zekerheid te zeggen, maar. Ik heb het idee dat het inderdaad iets meer. Je bent voor het gevoel iets meer op een spons aan het schieten. En dan ook pas ja. huisdood, inderdaad, op een gegeven moment. Ja. Je hebt, ik heb niet het idee van. Oh, iemand krijgt de terugslag omdat hij een kogel tegen zijn bakken aan krijgt. Nee. En dat, 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 voelde, dat vond ik wel apart. Want je hebt een, een, een fundament neergezet met Borderlands 3. Wat qua gameplay echt gewoon een goede sprong is vanaf 2. Ja. Kijk, kijk verder, heel veel elementen van 2 zijn gewoon veel beter. Waaronder dus de humor en, en schrijven en dergelijke. Maar uh, 3 was echt qua, qua quality of life dingetjes, qua gunplay, was 3 echt een goede stap vooruit. Ja, en en ik, heb, ik heb wel een beetje het idee dat, dat ze niet alles wat goed gemaakt is met 3, dat ze dat ook meegenomen hebben hierin. Maar dat is toch weird, Want ja. 3 is gewoon volledig het fundament voor deze game. Dus waarom zou je. Ja, dat is een waarom zou het anders voelen? Nou, ik Waarom zou ik... het anders lijken dan dat drie was? Dat, 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 dat... Omdat het meer RPG is. Want dat wat je namelijk ja? net omschre... of dat, ja. wat we net omschreven, het feit dat je vier keer uh, moet schieten... heeft te maken met het level van je wapen. Weet je, oké, okay, je bent hier, uh, weet ik wel, ergens in de twintig als ik zou moeten schatten. Ja, drieëntwintig. En um, uh, als jij uh, uh, met een. Uh, weet, weet je, uh, met dit wapen moet je blijkbaar vier keer raak schieten voordat er reacties. Maar als jij level, uh, weet ik veel, 90 bent. dan heb je kans dat boom, met één schot: mm -hmm. uh, dat, die, uh, dat die high weg is. En. Het enige. En ik snap dat, dat als die game ontwikkeld is, dat het op die manier werkt. Het probleem is, die high wordt sterker naarmate je hem later in de game tegenkomt. Ja. Dus die haai is nu waarschijnlijk hier, die is ook level 23. Ja, Dat is, dat is, een, dat is sowieso een ding waar je vroeger, uh, ik, volgens mij was dat in drie was dat ook al aangepakt hoor. Daar, daar was alles levelde met je mee. Ja. Dus, um, in 2 was dat niet. Inderdaad. In 2 had je nog heel erg van, oké, okay, uh, je bent in het allereerste gebied in de game. Daar zal alles, de rest van de, je soort van eerste playthrough, zal daar level 2, 1, uh, ja. veel 3 zijn. En als je echt in een late game gebied komt, ja, dan zijn gasten daar level 30. Uh, en hier levelt alles met je mee. Dus je kan terugkeren naar het begingebied. Ja. En uh, ze zouden in dit geval dan ook gewoon level 23 zijn. Ja. Wat enerzijds chill is. Want je, doet nooit meer, je hebt nooit meer, uh, bent nooit meer uh, quests aan het opsparen. En dat dus je ziet van, oh ja, deze is level 8. Ik ga niet eens de moeite meer doen. Omdat nee, het, maar is dat... van, het is altijd relevant om, om een missie nog even weer op te pakken. Ik ben niet met je ah, aan het is het, wat het wel kut maakt, is dat je niet het gevoel hebt... dat jij boven bepaalde enemies uitstijgt met je, met je level. Omdat je altijd... Gelijk bent aan hun ja, nee, maar, en, maar dat, uh, uh, dat is een, ook namelijk... een onderdeel van de beloning: het feit dat je wapens sterker worden, maakt je al machtiger. Dat is tof, en wanneer zie je dat op het moment dat je met mindere vijanden in komt. Als ja. die vijanden gewoon meelevelen met de manier waarop je levelt, wat heeft het dan zin? Dan zijn je het altijd redelijk gebalanceerd met hun Maar levelen. wat heb je dan aan het levelen? Weet je? Ik bedoel, ja. dat is de, wat is de beloning dan? En dat, 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 dat miste ik hiermee. Dat ik dit aan het spelen was. Dat ik echt zoiets van motherfucker, weet je. Ik bedoel, de, de, uh, ik, ik ben me uh, helemaal een slag in de rond aan het grinden om die shit te, te levelen. Alleen maar om dezelfde stomme kutvijanden tegen te komen, die ook mee levelen En die hoeven ja. daar niks voor te doen. Maar je zou feitelijk, uh, omdat ik voornamelijk, zeg maar, je hebt op dat in, in de overworld heb je feitelijk, zeg maar, een soort van main, main line die je kan lopen, mm -hmm. uh, en je hebt dan al die quest. Dat zijn vooral dan de, in principe als die, die mannetjes die poppen de hele tijd op, en dan moet je weer zo'n zo 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 arena ingaan. Nou, die kun ja. je ook je kunt wegsprinten. Je kunt weg en dan uh, uh, maar op een gegeven moment was ik level 14 en toen moest ik naar iets naar een dungeon toe of een gebied van level 17. En toen krijg ik de hele tijd de waarschuwing, ja, ga er maar niet in, want level 7, dan ben ik toch gedaan. Dat is ook gewoon haalbaar. Dat maakt het ja. wel wat moeilijker. Dus ik, je, kan, je, je kan het ook wel zelf opzoeken. Mijn probleem lag meer bij. Um, um, maar, aan de ene aan de kant heb ik, heb ik gewoon heel veel plezier met, met het principe. Namelijk, ik vind het gewoon leuk om een aantal uur hersenloos te knallen. En dan krijg, ik, brrr, dan krijg je allemaal loot. 100%. En dan hopen dat er iets leuks bij zit. Alleen, ik vond wel. Uh, de beloning qua wat je kreeg was best wel laag. Qua er zat veel. Wat eigenlijk al niet uit ik vond het vond het heel ingewikkeld. Want je krijgt best wel veel en de, de hele menu-structuur, hoe je dat dan kan checken. Dan moet je eigenlijk moet je eerst alles maar pakken en dan ga je naar je inventory toe en dan kan je het compareren met elkaar. Uh, dan moet je het weer uh, als je het wil je, 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 alleen verkopen kan, dan weer moet je weer naar zo'n 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 uh, zo'n kast toe, ja. zo'n shop toe. Weet je, en dan moet je overal moet je vuilnisbakje op aanzetten, want anders. Ja, dat, vind, dat, denk ik van dat, dat, dat kan ook wel simpeler. Weet je, want het, dat zijn dingen die ik niet leuk vind. Ik, ik wil graag in die flow blijven zitten. Van, ah, weet je wel, van af en toe van zo'n wapen vinden dat je denkt: Fuck, weet je. Uiteindelijk ja. heb ik een paar hele vette wapens waar ik Zeker. ontzettend plezier mee heb gehad. Maar er zat ook heel veel bij waar ik niks mee had. Maar dat is nou juist het leuke ervan. Ja. Maar die beloning die. Ja, er valt heel veel. Maar het, het blijft. In de, het is niet dat je in één keer gewoon heel heftig wapen krijgt. Het blijft allemaal wel binnen die levels. Ja, de, de meeste van de echt geinige wapens, zoals bijvoorbeeld deze. Dit is dan een, een soort van bazooka. Ja. Die schiet letterlijk ankers. Ja, dat, dat zijn dan weer de, de thematische geinige. En dat zijn, ja. vaak zijn het de blauwe wapens met een rood tekstje erin. Dat zijn de, echt de, de missiespecifieke dingen die doen iets aparts. Ja. En natuurlijk, de, de legendaries die doen ook hebben ook altijd wel een speciaal effect die het, uh, die het geinig maakt mm -hmm. om te gebruiken. Um, ja, nou, ik snap wat je bedoelt. Maar tegelijkertijd. Ik heb juist namelijk het gevoel dat ze wat. scheutiger zijn geworden met het weggeven van paarse shit al vrij vroeg in de game. Ja, okay. eens. eens ja. Want, want Heel snel. Waar, ja. waar je in twee echt nog soort van... Ja, misschien kreeg je tegen level 20 een keertje wat meer paarse shit, maar mm -hmm. hier is gewoon, ja, je, op zich als je level 1 bent kan je ook al een paars wapen vinden. Uh, de, de, sterker nog, de eerste de beste boss die je tegenkomt krijg je waarschijnlijk deze sniper op. Ja, wie, wie weet. Ik bedoel, sluit dat aan bij wat we nu schetsen en wat Boris ook al aangaf, dat, dat er misschien toch een verschil van insteek is ook naar wat veiliger, misschien uh, dat, dat, dat kids dit ook kunnen Spelen, weet je, dus beloning moet ook groter zijn, want anders is het te moeilijk, weet je wel. Maar ik vind dat raar, die, die weet je, aan de ene kant zien we games ontwikkeld zoals Sifu, bijvoorbeeld, weet je, ja, ja. die gewoon echt fucking insane moeilijk zijn. Nou ja, ja. FromSoft, natuurlijk, hè, nu met Elden Ring, wat een precies hetzelfde, is, nou, ja, en Elden, allemaal hype is. Ontzettende hype, supergoed, maar ook gewoon heel moeilijk. Ja. en aan de, aan de andere kant van het spectrum heb je dit soort shit, waar, waarbij ik het idee heb dat ik gewoon als een kleuter behandeld word ja. door, door die game, en ik vind die ik weet niet man ik weet beide is een beetje extreem voor me weet je ja, ja. Ik vind eldering dat het is gewoon niet voor mij weet je het is gewoon te moeilijk maar, maar dit ik vind, ja. ik, ik vind het, het raar is ik heb ik heb er een dubbel gevoel bij en dat heeft ermee te maken dat uh, die hele Borderlands-series, uh, in ieder geval vanaf 2 en 3 heeft dat ook gedaan... die komen op een bepaalde manier een soort trance brengen. Ja, ja, en ja, ja. Soms, soms hebben games dat. Dan kom je in een soort flow terecht. En het is extreem ontspannend. Mm -hmm. ja. En ik weet ook dat ik toen uh, Borderlands 2 uitkwam... Het... heb ik hem niet gespeeld, maar toen kreeg ik hem van Dennis. En ik was toen ziek. Ja. En ik zat thuis en het was echt zo van... God, wat ga ik doen? Ah oh, ja, ik had die game nog liggen. Ik deed hem erin. En ik zweer je, ik heb een jaar lang non-stop Borderlands 2 gespeeld. Maar het is ook omdat je, je kan letterlijk je hersen naar uitspelen. Uitspe maar dat doet, dat is de ja. kwaliteit van een game. Ja. Maar er zijn een aantal dingen die je nodig hebt daarvoor. En de beloning is belangrijk, de flow van de game is belangrijk. En dus ook gewoon de uh, uh, gameplay uh, mechaniek. En daarom kon ik bij drie, kon ik het hebben dat het verhaal niet zo goed was. Want de rest was er nog. Want de mm -hmm. rest was oké. Okay. En nu heb ik zoiets van: nu zijn ze langzaam een beetje dat ook aan het slopen. Ik moet wel zeggen, ik kom nog steeds in die flow met deze game. Oh, ik ja, weet ja. niet waarom maar ja. ik kom nog steeds. Waar ik bij Warzone gewoon ronduit weet ik wat. gaat mijn bloeddruk omhoog als ik dat aan het spelen ben. Ja. Hierbij ben ik gewoon extreem ontspannen. Weet je, ja. jointje erbij, super relaxed. Weet, maar het is ook niet meer. Het is niet meer. Je, je zit niet hard op te lachen om deze game. Ook nee, of de of het de humor is. nou wel of niet goed is. Maar het is vaak even zo. Nee, nou ja, ik, ik, ik hoor het niet meer. Dat ja. echt, ik luister er niet meer naar. Maar ik, 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 ik ben het met jullie eens van ik. ik ik vind dit een van de leukste dingen. Ik zou het niet zeggen de beste, maar een van de leukste dingen... die ik de laatste maanden gespeeld heb. Omdat Zeker. je inderdaad echt? echt gewoon op de bank ligt. Nee, maar gewoon op de bank ligt. Nee, maar meer qua relaxing. Het is die hersenloze shoot. Het, ja, en ik hou Shooters, daar op ja. de tijd van. En de vraag is dus ook een beetje... want ik heb ook wat, wat, wat reviews uh, zitten lezen. Weet je. Het gaat van, van een hoge negen, wat uh -huh. ik overdreven vind... maar ook weer naar, naar een onvoldoende toe. Uh, bijvoorbeeld, daar nee, ben, ben wel Kijk, ik wel in. Kijk, ik heb niet zoveel met Dungeons Dragons. Ik bedoel, het zit erin, ja. het zal allemaal wel... maar uh, heel veel mensen... Hadden verwacht dat er meer Dungeons and Dragons. Die zijn juist weer teleurgesteld. Van ja, maar het is gewoon een Borderlands-game. Wat nou met je Dungeons and Dragons? Ja, ja maar kijk, een Borderlands-game gaat niet ineens dusdanig veel dd dingen toevoegen dat het niet meer voelt als, Borders, nou als ja, Borderlands. Het is wel wat mensen het dan verwijten. Ja, maar het is. Het, kijk, maar dan, het, is het, heeft, het heeft. Ja, nee, Die en die als nou. thema, niet als gameplay-principe. Uh, mm -hmm. Weet je, en. Het grappige is, ik heb wel het gevoel dat je, je hebt juist heel erg steeds het idee dat het uh, Tiny Tina is, die al die NPC's, al die characters, mm -hmm. al die bosses, uh, als een soort van poppetjes. Wat ze ook vaak yeah, letterlijk yeah. doet. Een soort van uh, cutscene-je dat, dat ze letterlijk ziet dat zij gewoon zo'n miniature op tafel klapt. En dat is dan een soort van de intro van je boss fight. Yeah. Um, maar ik heb wel altijd het idee dat zeg maar de, de welk personage er ook aan het woord is dat zij als het ware als een soort van voice uh, voice actor diegene inspreekt ja je speelt en, haar spel ja en, en je, je 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 wordt je wel constant bewust gemaakt van het ja. feit dat je eigenlijk een veredelde D &D game aan het spelen bent Wat je hebt ook altijd die die twee andere motherfuckers, die die valentine en die en die uh, Robot chick die uh, ja. die constant commentaar geven op de dingen die je doet en van, van ja waarom uh, waarom doen we dit eigenlijk is dit wel realistisch en dan zegt ze uh, uh, oh er verschijnen nu uh, een hele hoop uh, uh, graven of er de, de, de wordt nu een er komt nu een haai aan je dat dat soort dingen dat je weet van oké okay, we zitten in een in een ja. vind D &D je dat en... een toffe manier om een om een verhaal te vertellen mm, uh, nee maar het is wel het is wel wat het de thematische link maakt met het feit dat ze dus een D&D ronde of een game ja, aan je, aan je bent aan het larpen. je bent een ja aan het je bent gewoon in het gewoon een ja. uh, een tabletop aan het ik vind uh, nog iets over die wapens hè. Ja. dat uh, uh, dit vind ik een goed voorbeeld weet je je bent uh, hier 25, level 25, of weet Weet ik veel iets ergens in de twintig. Je hebt dit wapen. 24. Dit, dit wapen zou een, um, uh, een wapen zijn wat je later zou tegenkomen als je Borland 3 zou spelen. En ik vind namelijk dat je wat je nu krijgt, is dat je, uh, je zei het net al een beetje met die paarse wapens die je vroeg krijgt. Uh -huh. Ik vind het met het wapen design vind ik het uh, opvallend. Dat je eigenlijk de geavanceerde designs helemaal in het begin al krijgt, en ze doen nauwelijks damage. Dus de, de wapens verschillen uh, natuurlijk verschillen de wapens omdat er heel veel zijn, maar ze verschillen niet echt omdat ze niet meer ze gaan niet meer van simpel naar over de top toe. Ja. Ze zijn eigenlijk al al direct over de top ja. en dan levelen ze in in damage die ze doen. Ja. En dat vind ik weird omdat je gewoon je hebt dan zo'n gigantisch kanon heb je in je handen en dan doet het weet ik veel drie of vier punten damage of ja, zo Dat heb ik met die snipers helemaal. Want in, in die uh, Borderlands games heb je uh, tegen tijd dat je de snipers krijgt. Uh, doen ze ook gelijk vrij veel damage. En hier, nou, ik ik weet moet, ik veel, ik de moet eerste eigenlijk dat deze 16 damage. Ik voor. heb met, ik heb, daar waar ik normaal gesproken wel echt veel van het aim down side ben. Ik heb die snipers bijna alleen maar gebruikt om ja. vanuit de heup. Ja, natuurlijk. Ja, ja, want dat het, het effect is hetzelfde. Ja. ja, en het is gewoon ze zoomen zo ver in dat je er hebt toch geen aan lekker aan. Nee, dat is, En dat is misschien ook een beetje het level design. Dat, toevallig dit level ziet er groot uit. Maar ik vind de oh, meeste ik, levels voelen als kleine arena's. Oh, nee, ik, ik vind juist oh. de, 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 de gebieden zijn vrij gevarieerd. Ja, dit is zeker. voornamelijk opgedeeld in enerzijds dus heel erg dat fantasy, en anderzijds piraten. Ja. Uh, dat is een beetje, een beetje de voornaamste tweedeling die er is. Maar uh, er, er zijn wel veel gebieden waarvan ik denk van oké, okay, dit, dit hebben ze. Dit, dit, ik vind het level design best wel netjes gemaakt. Ja. Nee, ja, ja. oké. Okay, nou goed, het, 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 is, het is vrij groot. Het is gevarieerd. Uh, oké, okay, in een gebied is er wel één stijltje en een, vooral één type enemy wat je tegen zal komen. Maar het is wel, er zijn veel verschillende gebieden. De gebieden zijn meer dus verschillend is, dan de, de type enemies. Uh, er zijn is bijvoorbeeld één zo'n soort van meer Caribisch strandpiraatachtig gebied. Waar je ook gewoon een, een gigantische gestorven walvis uh, tegenkomt. Waar je, waar je gewoon uiteindelijk ook in vecht. Maar dat, dat, dat ben ik met je eens, dat vind ik wel mooi. Maar het gaat me meer om dat het uh, uh, bijvoorbeeld die snipers, wat je, wat je bijvoorbeeld in Borderlands 2 heel erg had, is dat je bijvoorbeeld boven op een berg stond en dan zag je beneden, zag je ergens, zag je gewoon een groepje vijanden staan. Je hebt kon... niks aan wapens met een tien keer zoom. Precies, die kon, je, zich... die kon je daar ja. wegsniperen. Terwijl hier de levels zijn over het algemeen een beetje wat je hier ziet. Een soort van wat, wat is het, tien meter voor je gevoel? Ja, zo dit is zo... een extreem kleine boss arena. Ja, ja nee, ik snap het. Maar goed, je hebt ze wel wat groter, maar niet extreem veel groter. En zelfs als ja. ze groter zijn, zijn ze weer gecompartimenteerd. Gecompetentaliseerd. Ja. Zodat je er niet. Uh, niet uh, weet je, voorbij een bepaald punt. Jezus. Als je voorbij een bepaald punt komt. Dan pas spawnen er weer ni een nieuwe groep vijanden. Ja. En dat vond ik. Ja, ik weet niet. Nou ja, ja, voelt gewoon veel te arcade. Plus dat je. Je hebt twee companions. Op een gegeven moment. En die zijn ook aan het knokken voor je. Wat soms handig kan zijn. Uh, als het wat lastiger wordt. Maar doordat zij ook aan het knokken zijn. Kijk, met een snipergun. Wil je dat ze stil blijven staan? Wil je dat ja. het. De, want, maar ze zijn vaak aan het. Jouw companions gaan meteen naar voren. Voor. Ze zijn gewoon. Die zijn meteen wereld, naar voren aan het gaan. Dus terwijl jij denkt: van ik ga, ik ga er eerst een paar wegpoppen. Hm. gewoon van afstand. Zijn ze bezig met jouw compagnie's. Waardoor je ze eigenlijk niet meer goed kan snijpen. Dus, ja. um, maar dat, 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 dat is ook jammer van de wapens verschillen gewoon. Weinig, net zoals de, de Magic over het algemeen. Ik vond het nee. een leuk idee. Nee, de spels, die vind ik wel ja? vind ik heel maar vet. Het is geluid. feitelijk gewoon uh, een granaat. Je kijkt volgens mij of een freeze. Moet je nou nee. kijken hoeveel die dropt ook? Hè? Ja, maar ja, je, je hebt insane. bijna alles heb je niks. Ja, alleen alleen ja. aan die Oranje, ...en misschien ja, die die vaak. Die die ja. Nee, maar dat wat jij net zegt. Ook, ik vind die spels ook heel vet. Ja. Um, maar alleen omdat het ongeveer het enige is wat overblijft als die wapens eigenlijk niet zo sterk zijn. Ik vind je Companion tof van dat je hem kunt upgraden. Mm -hmm. um, ik had in de vorige bordels had ik die turrets, Die vond ik ja, fucking oh, vet dat je op een gegeven raket, uh, en, nog meer raket en zo. Ja, maar, ja. maar dat bedoel ik. Dat gevoel dat je gewoon de, met die ge turrets, wat een soort van Powerhouse, je bent ja. weet je, en die beloning die je krijgt, als je daar te midden van de chaos echt aan het heersen bent. Terwijl hierbij heb ik zoiets van ja, nee, dat 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 gevoel probeer je echt vanaf minuut één te geven, en natuurlijk level je ja. en krijg je meer van die meer hoe uh, van die spots waar je dus je spels en dingen in kan zetten en zo ja, allemaal leuk en aardig, maar het, 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 de, de beloning is niet van die Maar de het, het, is wel, het is wel, want je hebt het ook in het race en andere genres gezien, het is, het is een, een uh, ze spelen in op de wensen van veel gamers op dit moment, namelijk van ik wil niet 30 levels zijn om dan pas iets heel vet te maar, krijgen. Ik wil het gewoon meteen. Maar eerlijk is eerlijk, dat is wel dat je, dat je een bepaald pad bewandelen nee, voordat je heel sterk bent. Dat nee, is dat wel snap wat ik, het maar juist heel erg uh, veel voldoening kan zijn. Wij dan geven. weer wat meer old school. Nou ja, ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat een heel groot deel van de bestaande Borderlands community zoiets heeft van. Uh, pre eigenlijk precies wat je zegt. En ik, mm -hmm. ik realiseer het me nu ook pas. Je, je bent veel te snel heb je al je powers al. Ja. En het enige wat je doet is... zonder dat er uh, uh, cosmetisch iets aan die krachten verandert... die, die, ijs, uh, die ijstornado is nog steeds die tornado bij mij. Het is niet ja. ineens dat er ook fire damage Precies. en weet voor wat bij komt. Hij wordt niet heftiger dan. Hij wordt je niet heel heftiger. De, de, hij doet meer damage. Je kan hem ja. procentueel gezien sterker maken... maar het is niet dat hij die, dat die ook nog echt... dat je ziet van... want dat was het vette bijvoorbeeld bij Borderlands 2. Ik, had, ik gebruikte altijd die, die Maya en die had die soort van orb. En er werden op het begin werden er een paar gasten naartoe gezogen... Uh, uh, toen ik hem eenmaal helemaal geleveld had... werd het gas toegezogen, werden werd in de fik gestoken... en ze werden weer weggeblazen. En, en als, die, als er iemand dood ging, dan ging die orb nog naar iemand anders toe. Je had echt het idee dat je jou, zelfs jouw super... Uh, kon je echt hard levelen. En het is ja. hier minder. In plaats daarvan heb je nu dat je... Uh, nou ja, je hebt best wel veel vrijheid dus met die klasses. Je hebt dus zes klasses... Maar je hebt ook dus dat je kan multiclassen, dus uh, volgens mij bij level 25 en uh, na een bepaalde verhaalmissie uh, krijg je ook de, de tweede de, de, klasse, kan, de tweede je klasse ja. kan je kiezen. Dus ik ben in eerste instantie die spoorwarden. dat is dus met een, uh, een IJstornado Tornado en een, uh, en een Mushroom Companion, die ik heel graag een eigen naam had gegeven trouwens, want dan had ik hem ja. Jean Toot genoemd, <laughs> dat had ik wel vet gevonden. Ik vind hem wel tof, ik vind um, hem tof personage. En, en omdat ik heel erg op die, die spells zit en op die, die ice Damage van die, van die Tornado's, had ik zoiets van oké, okay, ik doe die spellshot erbij. Ja. Dat, is, dat is meer een soort van wizard class, uh, want dan kan ik nog meer duiken op die damage die ik doe. Maar qua stijl, qua, qua, qua uh, de, de cosmetische uh, effect van, van wat die dingen doen, verandert er niks. Behalve dat ik gewoon een class kies die... Die mij wat perks geeft waardoor ik meer damage doe. Maar ik zal niet zien dat ik meer damage doe. Anders dat ik de getalletjes zie omhoog ja. zie knallen. Komt ja. het allemaal ook niet? Omdat het dus niet een volwaardige borderlands game is met een volwaardige ontwikkelingstijd. Dat we nu. We willen heel graag die verbeterde borderlands omzicht oh, van 3. Nee. 100%, 100%. Kijk, het, het, het ding is, dit is inderdaad, weet je, het is een, een spin-off van 3. Ja. Uh, ze hebben het fundament gepakt van 3. En precies wat we al zeiden. Ik vind het raar dat je. Het gevoel krijgt dat zoveel dingen die 3 goed maakten qua gameplay, of zoveel dingen die 3 had verbeterd ten opzichte mm -hmm. van 2. Dat het lijkt alsof we een klein beetje teruggeschroefd hebben of zo. Het lijkt um, alsof ze die hele shit opnieuw gemaakt hebben. Ja, ja, zo but, voelt het. Ja. Want de, de wapens voelen. Prima, maar minder terugslag, minder gevoel van impact. Dan bij, dan bij drie. Dus, maar waarom de fuck zou je dat doen? Nou, ik, 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 heb dat, ik had hetzelfde gevoel toen ik voor het eerst. Ik had een hele vette shotgun. Hij deed ja. veel damage. Weet ik van. Ik had zoiets van, nou, wauw, wat is dit voor een vet ding? En ik ik dus ik select hem uh, uit zie, mijn inventory. Zie mijn mijn, mijn, mijn anker uh, bezoeken. Maar goed, ik, ik schiet ermee en ik krijg een soort. Er komt een soort. Uh, hoe zal ik het zeggen? Een soort soort. De, uh, horizontale lijn ja. uit en dat, dat, dat moet dan een soort schokgolf zijn, weet je die ook niet al te ver gaat. En ik heb had... geen enkel moment het gevoel hebt dat je überhaupt iets raakt, precies. Omdat de re vijanden reageren niet. En ik had echt zoiets van: Nou, oké, okay, dan heb ik dit volledig over de top gedesignde ding en het doet geen fucking moer. En dat, 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 dat idee heb ik dus de hele tijd. Weet je, kijk die wapens ook die je hebt, weet je die, kijk hoe het eruit ziet, man. Wat is dit? Dit is een eind level. Een soort van rocket launcher die je hebt. Als je zoiets hebt, fuck, dan heb je de sixth shit ooit. Maar deze shit vind je al helemaal aan het begin die van die de man. game. Fucking ankers. Ja, nou oké. Okay, ja, leuk dus. dat het ankers schiet, maar... het. het maar het, het, het is ook wel, uh, de enige wapens waar je echt de variatie in gaat vinden zijn dus de, de, de blauwe wapens die je voor Quest krijgt. Ja. Want dat, zijn, dat zijn vaak echt de, de uniques die niet per se de allersterkste zijn, maar die gewoon een heel grappig effect hebben, zoals die, 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 die anker schietende bazooka. Ja. Uh, en dus die oranje wapens die echt wel een soort van extra perk hebben van als ik bijvoorbeeld met mijn uh, melee wapen iemand sla, dan komen er ook van die beesten uit de grond die ook nog uh, extra ice damage gaan uh, schieten ofzo. Ja. Um, maar heel veel van die andere wapens, die zijn dusdanig hetzelfde, het, 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 en die voelen ook dusdanig hetzelfde hè? dat ik niet het gevoel heb van oh, ik ben nu met een paars wapen aan het schieten wat duidelijk een extra perk hebt ten opzichte van de, paars, of mm -hmm. de blauwe variant van het wapen of uh, de, de groene variant van het wapen. Want die, ja, dat, dat hele verschil is er niet. Je ja. ziet wel bijvoorbeeld weer die spels. Ik, ja. ik blijf die spellen wel cool vinden want een fucking meteoriet op iemands hoofd uh, nee, naar dat, binnen roepen dat, 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 dat vind ik lekkere shit en ook de, de, wat ze wel gelukkig dan wel uh, uit Borderlands 3 ook hebben overgenomen die veel uh, vaak dat je kan switchen tussen firing modes. Ja. dus dat ik met een bepaald wapen dat ik een een grenade launcher heb uh, die kan switchen voor uh, gewoon uh, full assault rifle. Ja. En dat je dat je binnen één uh, magazijn. Dat je dan even kan switchen. En nog even gauw twee granaten kan klappen. Dat is, mm -hmm. Dan doe je ook wel een bak extra damage mee. Ja, die Alternative fire mods hebben. Ja. Bij alle wapens hebben dat volgens mij. Ja. Ze hebben allemaal een tweede uh, fire mod. Bijna allemaal, ja. En dat, uh, ja, is leuk. Maar. Ja, nee, dan bedoel, uh, ik denk dat we het duidelijk hebben. Do, er zit zo'n 30 uur aan gameplay in. Om, om dit helemaal goed uit te spelen. Ja, uh, ja, ik, denk, ik denk zelfs wel iets meer. Als ja, als je echt, dan echt ook de nog de, de, de sidequest erbij gaat, gaat pakken. Ik, uh, ik zou dat ook wel echt doen als je een beetje, wat ik zei, die unique weapons, die krijg je vooral dus uit, de, uit de, de, de sidequest die er zijn. Ja. Ja, als je echt leuke uh, wapens wil hebben die echt wat anders doen dan je gemiddelde shotgun. Kijk, de, mm -hmm. dit is ook zo'n uniek wapen, want die, die hebben bijvoorbeeld, als je, als je iemand raakt, dan uh, gaan die kogels nog even door naar een tweede persoon. Dat ja. is gewoon een lekker effect. Ja, of, te eentje, die heb ik altijd met een magazijn wat je dan ook nog Weggooien. Ja, precies. Dat zijn natuurlijk altijd wel handige die, dingen. Die, maar dat, dat, dat is nog steeds die, die soort van: je hebt uh, volgens mij een zevental wapen uh, uh, merken en die hebben elk een vaste eigen. Ja. Perk. Weet je, de ene schiet standaard raketjes ook al is een assault rifle de andere kan je inderdaad weggooien om te herladen. Uh, dus die hebben gewoon hun vaste perks gewoon ja. per merk en dat let ik niet eens op. Nee, ik let daar ook niet meer zo op. Ik, ik pak heb... alles en dan, dan ga ik gewoon kijken wat het, hoe het schiet. Ik kan, dan... ik kan niet meer zeggen: van oh, ik, ben een, ik ben een fan van die uh, Tidio-wapens. Want die, oh. uh, die kun je weggooien en laden. Of ik ben een fan van Jacobs, omdat dat gewoon een hele kale, heel veel damage doet. Hè. Maar ik ben... ik ben een fan van Jacobs. Gewoon omdat. Nog het, ja, altijd. Ja. Maar gewoon omdat het gewoon dat is wat een wapen moet zijn. En Ze hebben ook het meest. Pistolen. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. weet je. Het doet veel damage over het algemeen. Ja. Dat heet beter niet thuis dan thuis die anders, futuristische. Maar. Ja, het heet niet met Jacobsen. Het heet iets anders. Maar goed, het, um, nee, ik, ik, ik hou van. Ik, ja, wat ik zei, ik ben gewoon alles wat ik goed vond aan die Borderlands serie, dat zijn ze gewoon aan het, aan het wegwateren. En ik vind dat zo jammer. Ik ja, wat ik zei, ik ben gewoon niet, ik ben niet onder de indruk van Tiny Tina. Ik snap dat het een DLC is, en dat er duizenden redenen te verzinnen zijn waarom het allemaal zijn potentie niet helemaal waarmaakt. En ik snap ook dat het nog best wel leuk is. Mm -hmm. ik, ik heb er nog steeds fucking veel lol mee. Nou ja, dat is ik, het hele ik, probleem. ik dat is dubbel ik ook wel tot ja. op zekere hoogte. Maar het is het voelt als een gigantische gemiste kans. En um, ja, ik weet niet. Misschien ben ik als gamer veranderd. Misschien is de lat hoger. Het kwam tegen. Kijk, dat is wel een ding. Ik speel minder games. Ik speel mm -hmm. aanzienlijk minder games dan vroeger. Dus de games die ik speel, die ga ik automatisch langs een hogere lat leggen. Ja, ja. Ik vergelijk dit direct met Borderlands 3. Terwijl, weet ik veel, misschien is dat een zesde Dungeons and Dragons RPG, weet ik veel, dungeon nee, is... crawler die je aan het spelen bent, whatever. Maar ja, ik ik, 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 ben gewoon, ik vind gewoon de richting die deze serie opgaat. Ik vind het gewoon niet, niet positief. Maar dat is natuurlijk het gevaar. Hè? Het gevaar wat je nu ziet. Dat heel veel mensen uh, het, het niet zien als iets losstaands, Maar gaan vergelijken met wat heel logisch is. Waarom is, is dat wat... een gevaar? Dat is toch inderdaad nou ja, een gevaar voor deze titel. Omdat je dan. Uh, je, je gaat hem. Maar waarom langs... maken ze hem zo kut? Waarom maken ze hem niet gewoon goed? Het gevaar met deze titel is dat je verhaal- en humortechnisch. Ga je de lat leggen bij Borderlands 2. En gameplay-technisch. Ga je de lat leggen bij Borderlands 3. En, en als, beide... ze, als ze bij beide net niet die lat weten te, te, te raken, nou ja, nou, maar... net niet de lat, weten. gewoon daar mijlenver nou, vanuit de buurt blijven. Ja, ik, ik vind het grappig zo nu en dan. Het heeft inderdaad niet de humor van twee. Het speelt lekker, maar het is niet, het voelt niet zo sterk als drie. Nee, maar, maar, dat, maar dat, maar, ik, ik, ik zit, denk ik meer aan, aan jouw kant. Dat ik, ik heb me namelijk wel kostelijk vermaakt en uh, ik heb ook. Best wel zin om straks weer uh, een of twee uurtjes te gaan spelen. Die want ik mein, heb, ik, die menu vind ik ook echt, echt goed eruit zien. Nu. Ja, ik, ik, ik heb het en nog niet gehaald hiervan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, ik, ik, wat voor mij altijd zo moeilijk is, van ik betaal niet voor die games. Nee. He, dat, dat maakt het voor mij altijd heel moeilijk. Van, uiteindelijk zitten we hier ook om, om te zeggen: vanuit onszelf zou ik er. Wat is het? Is die full price? Volgens mij wel ja. Ja nee ik zou ik op dat voor de Epic ervoor... Store voor 60 euro staan als voor per se. Zou ik dat doen? Dat over... is krankzinnig voor die 30 uur. Nee en dat, dat, dat heb ik wel van. Um, ik vermaak me er echt mee. Ik heb echt een leuke tijd. Um, maar zou ik hier full price voor betalen of zou ik een jaar wachten tot die bijvoorbeeld op de Game Pass staat of uh, in de budgetbak gaat? Hè, dat ik, dat ik, vind ik moeilijk. Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik, ik zou, ondanks alles, ondanks dat ik merk van hier en daar is het niet even goed. Ik hou van het stijltje. Ja, dat, ik, dat heb ik, ik ook. Ja. Het thema vind ik natuurlijk, voor mij wat ik al zei, van, dat het nu zo lekker samenkomt met die hoe, en die. Hoe subtiel of hoe niet in je face het ook is, um, vind ik lekker. Het is ook niet... De game waarvan ik had verwacht van, oké, okay, dit moet aanvoelen als een Borderlands 4, want dat is gewoon heel onrealistisch. Ik denk ook mm -hmm. niet dat je dat, dat je die verwachting moet hebben, want ja, ja ze, 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 dat is wel een ding. Weet je, ze moeten nu gewoon voor het volgende Borderlands-deel naar de tekentafel en echt kijken van, oké, okay, uh, we hebben nu een geinig uitstapje gehad, maar laten we Borderlands 3 uh, als uitgangspunt maar, maar ze hoeven, gebruiken voor hoe we vier beter. Zou het niet hoeven verbeteren? ze hadden het vast moeten houden en ze zijn nu een stapje teruggegaan. Ja, ja, het verbeteren, dat, dat, verhalen. Dus ze dat, op in van drie aardig kunnen verbeteren. Dat, dat, dat onderschrijf ik wel bij Boris, alleen vind ik het altijd lastig. Van, ik zie wat Boris zegt, dat, dat, dat onderschrijf ik allemaal. En toch, toch heb, heb ik er lol ja. bij. Omdat en, en, je in die soms, flow raakt. Bij die ja, precies, games. En soms heb ja. je van die games, iedereen heeft van die games, van nou, ik snap dat dingen niet goed zijn, maar toch vind ik het gewoon heel erg leuk om te spelen. En ja. deze game, ja. Ik vind het wel leuk om te spelen en ik heb nu allerlei dingen die niet af zijn. Cyberpunk moet nog afspelen en GTA moet nog afspelen. En toch deze gaat het eerst aan omdat het zo lekker licht is. En ik heb het Het is Die guilty pleasure shit werkt niet meer als je er 60 euro voor betaald hebt. Nee, dat is dus het probleem wat ik wel heb: is dit. Ja, sorry, ik zou er nog steeds geld voor neerleggen. En ik betrap me er zelf ook vaak op dat als ik bijvoorbeeld niet een. Uh, je, je weet bijna zeker dat elke bossfight wel een, een uh, oranje wapen kan droppen. dat ik dat ik gewoon als ik hem net heb gekleerd, uh, exit to main menu heb uh, weer opnieuw dat ik gewoon dat ik een bossfight drie vier keer doe totdat die oranje valt en dat ik denk van oké okay, lekker voor de collectie weet je, omdat ik gewoon zo'n kut nerd ben die dat gewoon doet ja maar dat kan uh, ja maar ja, ik, goed, dat, ja. dat is, dat, dat, ik denk dat dit zo echt zo'n game wordt. Dat sommige mensen gaan dit echt, uh, echt beneden pijl vinden. Gewoon ondermaats. En ja, andere maar. mensen zeggen van... Ja, maar ik vind het toch gewoon onwijs leuk. Omdat het gewoon ja, nou, Maar, maar het, weet je, ja. dit, dit is leuk. Zoals, uh, weet ik veel, mensen naar... Uh, uh, goede tijden, slechte tijden kijken en dat ook leuk vinden. Weet je, dat is een light snack. Uh, Het is, het is precies dat, weet je. Het stelt, het stelt bitter weinig voor. Maar ja. fuck het, het kan een, het ja. is een vorm van vermaak. Ja. Vind jij dat die, dat, dat het uh, de, 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 game rechtvaardigde... dat hij een standalone, dat het echt een standalone game is geworden? Nee. Of voelt het, het voelt nee. het voor jou meer toch ik, als een DLC? Ik vind hem te kort en het voelt als een DLC vanwege thema, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind ook het um, uh, doordat ze een nieuw concept hebben. Ja. Uh, ik, ik was even aan het zoeken totdat ik snapte wat het was. En toen was ik echt wel level 10, hoor. Voordat ik snapte: van oké, okay, dit is wat ze er voor mij willen. En uh, dan ben je al bijna door die game heen. Weet nou, je? Ja. Nee. Ik, 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 heb, ik heb echt uh, genoeg. Ik ben, zeker nog, ik ben nog niet eens bij het einde. Ik ben nu, denk ik, level, uh, level 30. Ik, de je meeste side -quest, bijna bijna de, Ja, vast. Maar de meeste side -quest heb ik gedaan. Nee, uh, dat is ook een, een keuze die toe. je kan. En, en, en... Ik heb niet alle sidequests gedaan. Ik ja. was er vrij snel doorheen. Maar goed, oké. Okay, weet je. Nou ja, goed. Nou, je, je, kan, je kan in principe. <coughs> Je hoeft de sidequests niet te doen om, om het einde te halen. Dus dat... dat, dat ja, maar goed, je hebt dat, die wapens ook niet nodig om het einde te halen. Nee, maar dat, het, het zijn wel de leuke wapens die je krijgt Dat die sidequests. Nee, maar dat dan gaat het dan even, gaat dus uiteindelijk om de zelfdiscipline die je hebt. En, en een perfecte game had jou uh, uh, niet gedwongen... maar had jou gemotiveerd om ook de sidequests mm -hmm. te doen... Omdat, omdat het gewoon leuk is om al die sidequests te doen. Omdat het je, je ervaring rijker maakt. Dat doet het nee, maar hier... Maar ook omdat je op een of andere manier de loot die je hebt... je beloont in de zin van dat het je makkelijker door de rest van de game heen uh, loodst... En dat is hier totaal niet het geval. Nou, ik heb, ik heb nu. <laughs> Kijk, bij Borderlands 2 deed ik side omdat ik wist dat ze fucking funny waren. En hier doe ik side omdat ik weet dat ik er iets van loot van krijg uh, wat handig kan zijn. Dus ze zijn zoveel meer op die uh, unieke blauwe loot gesprongen ten opzichte van, uh, van 2 en 3. Ja. Uh, daar waar bij 2 gewoon, de, wat, ik, wat ik zei, dat je het echt gewoon doet omdat je weet dat je gewoon een, een grappige quest te wachten staat. Ja. Hier heb ik daar een handje vol van gehad. Maar deed ik het vooral voor de wapens die ik eruit trek. Ik, ik heb. Echt, ik ben ervan overtuigd dat ze een doelgroeponderzoek uh, gedaan hebben. En erachter kwamen dat hun doelgroep 12 jaar is. En dat ze die game daarvoor gemaakt hebben. Denk je dat heel veel twaalfjarigen dit spelen? Ja, ik denk, denk het niet. niet. Ik denk het wel. Net als Fortnite. Ik weet het niet meer. Ik weet niet of, of dat zo is, maar ik, ik denk wel dat ze dat, dat ze daarop mikken. Ja. En dat is natuurlijk een fout die veel mensen maken van full-priced games en kids van 12. dat gaat niet wow. helemaal samen. Dan ja. moet het free-to-play uh, zijn. Dat niet alleen, maar de, 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 de referenties die ze maken, de zijn totaal ja, geënt ja, op, nee. op, op zo'n jonge doelgroep. Maar ze het, hebben zijn het... Die, het zijn die nerds die, wat, we, die de, de weten wat... De en de en nee, 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 maar gewoon wat ik zeg, de Pinocchio-referenties, de Star Wars-referenties, de, de, Wars de Smurf ja, en De, ja, de, de Smurf juist, weet je. Het is gewoon, kindershit. Het is allemaal, die Star Wars-shit is tegenwoordig ook kindershit. Ja. En dat is, dat is het hele dat ding. Het is veilig. Weet je wat het ik kan je uit ervaring vertellen, als jij uh, een, een, een zoon of een dochter hebt van uh, ergens tussen 10, 11, 12 en die gaan jengelen om een game, dan krijgen ze die game. Mm. Want dat gejengel is niet te harde. <laughs> en je hebt zoiets van, nou, misschien is die game wat. En dan koop je hem vervolgens. Nou, oké. Okay, en dan denk ik eerlijk gezegd dat, zeker als je 10, 11, 12 bent, vind je dit een vette game. En dat, dat, ja, weet je, als jij Borderlands 2 hebt gespeeld, uh, laat ik zo zeggen, ritueel gespeeld hebt en echt drie keer doorgespeeld en een jaar lang, weet ja. ik wel. Ja, nou, dan ja, vind je ja, ja. dit gewoon kut, omdat het gewoon in elk opzicht minder is maar ja weet je dit is gewoon voor kids ik weet het zeker nee, ik, ik, weet niet, ja. het, het, ik voel me niet op mijn wenken bediend maar het is wel nog steeds ja. het is nog steeds borderlands ja, het is het, alleen het kind in jou vindt het vet dat snap nee, ik nee, ja, nee ik heb ik heb nooit een kind gevoeld bij het spelen van deze game maar het is gewoon wat meer poep en pies humor en dat dat is wat het wat jeugdiger maakt en ja, wat minder het, voor ons misschien het, het is niet alleen de humor het is natuurlijk ook gewoon de de, de moeilijkheidsfactor die ze toch wel anders ik, hebben ik gemaakt. Ik heb ja, wel, ja. Ik, op een gegeven moment heb ik hem op hard gezet, want ik, ik vond het te makkelijk. En ik het vind dat, dat alles met je meeleffelt en alles dus. Maar dat is eigenlijk al weird. Bedoel... Dat is echt een grote design game. Design. Ja, dat dat, is hard baan. is voor echt dat je hem een keer hebt gespeeld en dan nog een keer gaat proberen, omdat je echt is, dat, dat moet niet. Je moet niet zeggen van, het wordt pas moeilijk als ik hem op hard zet. Dan dat is weird. Vind ik, maar goed, we hebben duidelijk allerlei verschillende meningen over. Ik bedoel, dat is dat is wel uh, van tevoren had ik verwacht eigenlijk, want we waren alle drie eigenlijk super enthousiast om dit te spelen. Oh, ik nog steeds. Het is er wel. Maar ik, gewoon, ik kan echt alles onderschrijven wat je zegt ik ben het volledig met je eens behalve dat ik, denk ik net de game net iets minder zwaar aanrekenen jij nee nou, ja. maar, maar, dat, nee, maar, dat, maar dat, ik ben dat ik, ook ik ben gewoon kritisch ook in de zin ja. ook vanuit het perspectief van je hebt die 60 euro voor betaald dat wel, en, en ja. helemaal vanuit het perspectief je hebt borderlands 2 en 3 gespeeld uh, plus alle dlc van 2 en dan ja. heb je uh, misschien een bepaalde verwachting ik wil je bij deze zeggen die verwachting gaat niet uitkomen ja. je moet deze game op zijn eigen merites uh, ja. be 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 beoordelen ja. en uh, dat is dat is absoluut niet de kwaliteit die je gewend bent van borderlands Twee, uh, maar, uh, uh, zelfs Borderlands 3. Kijk, ik, ik, ik mag ook zeker hopen, en ik heb het al eerder gezegd, dat mensen niet hier verwachten dat het Borderlands 4 is. Maar... Je, ik, ik mag toch zeker hopen dat ze met een, een Volgende core Borderlands game ja, dat gaat Echt wel Kijk, nee, want ik... Games worden tegenwoordig niet meer beter dan zijn nou ja, weet je, ze voorgaan Je kan nu al vergif op innemen Dat, dat soort van, je bent vrij om je eigen kerken te maken met de classes die de game je biedt In plaats van dat je een soort van predetermined Helder krijgt uh, waar je het kan kiezen Ik weet zeker dat de volgende, de volgende Core Borderlands game Hier, wel, Dit, dit, wapen, dit, die, ja, dit shot, doet toch niks dit, 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 dit voelt kut dat voelt ik, ik ben je, Dit ding voelt kut ja wat is dat nou van een kutwapen? Het gaat dwars doorheen. Je hebt het gevoel dat je niks raakt. <laughs> What the fuck, man. Ja. Het is echt raar. Indische. Moet je kijken. Hier je je schiet je op zo'n ding. Er gebeurt niks. Hij reageert niet. Nee. Hij blijft gewoon staan. Nou, hij gaat zegt 175, vanuit, ja. 175... Ja. 175. Oh. Misschien is dat de Dungeons and Dragons gewoon nee, dat nee, zie je nee, ook niet ja, meer. Nee, nee want dan, dan ben je juist aan het inbeelden Dit is echt zeggen: van. Oh, van er over. Ik, ik, ik denk, ik denk dat de meningen duidelijk zijn. Ik, bedoel, okay. ik denk dat het is aan de mensen thuis nu gewoon verder om uh, onze meningen uh, te wegen, te wikken en te wegen. En um, ja, nee. Check het. Um, check of het, het wat voor je is. Of Ik, niet. Ja, ja, nou, ja. Je, gaat er, je gaat er ongetwijfeld lol mee hebben. Maar dan moet je wel je, je, je kritische bril af durven zetten. Ja, nou, soms Helemaal je als, als je een Borderlands lief hebt. En, en soms doe je dat niet. Een hele dag vakken vullen voor deze game. Ja. Niet? Nee man, voor mij, niet voor mij. <laughs> ja.